Er slingeren tientallen kapotte kleine apparaten rond in huis. Op zolder, in de schuur of in de kast. Helaas verdwijnen veel van deze apparaten, spaarlampen, batterijen of cartridges vaak nog in de afvalbak. En worden dus niet gerecycled. Kapotte föhn doe ik wel eens gewoon in de vuilnisbak, ja. Nou, ik ga wel eens naar de Milieustraat, maar ik vrees dat niet alle oude apparaten daar belanden. Producenten van elektrische apparaten en spaarlampen introduceren nu samen met Stichting Batterijen en ICT Milieu een nieuw inzamelhulpje, Jekko. Met deze verzamelbox willen zij Nederlanders helpen om kapotte apparaten te verzamelen op een centrale plek. Om ze daarna naar de Milieustraat te brengen. Of naar de winkel in het geval van batterijen en cartridges. De Jekko gaan we gebruiken omdat we weten dat in Nederland mensen ongeveer 2 kilo per persoon per jaar in de afvalbak gooien aan elektrische apparaten. Wat we doen met de Jekko is dat we iets aanbieden aan consumenten om dit soort apparaten in huis te verzamelen en het dan naar de Milieustraat te brengen. Daarmee verzamelen we veel meer elektrische apparaten in en die kunnen we recyclen. En daarmee kunnen we de grondstoffen hergebruiken. In een landelijke proef wordt Jekko deze maand huis aan huis verspreid in de gemeente Bergen en Tilburg. Ze nemen Jekko als eerste in gebruik. Ook 3000 scholieren krijgen de verzamelbox mee naar huis om met hun ouders uit te proberen. We gaan de proef gebruiken om vast te stellen of mensen in Nederland de Jekko ook gaan gebruiken om elektrische apparaten naar de Milieustraat te brengen. En de resultaten van de proef gebruiken we ook om een plan te ontwikkelen om de Jekko in elk Nederlands huishouden te krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Jekko vanaf 2010 bij ons allemaal een plaats in huis krijgen. En dat is stukken beter voor het milieu.